Hey, leuk dat je kijkt naar de basisdienst van deze week. We houden je graag de hele week op de hoogte van alles wat er in de basis gebeurt. Volg ons op social media of ga naar de website waar je alle diensten nog eens rustig terug kunt kijken. Maar voor nu, laten we gaan kijken naar de basisdienst van deze week. Kan niemand mij vertellen wanneer een schutter rust, wanneer de boog zich mag ontspannen, zijn pijl het laatste doelwit kust. Wanneer is een mens tevreden? Merkt hij voor één keer als hij kijkt over de schutting bij de buren, dat het gras niet net iets groener lijkt. Zeg maar, waar moeten we zoeken? En wat is nou die wens waar we niet meer verder hoeven? Waar en wanneer ligt die grens? Jane.
Ja, het is een beetje vreemde gewaarwording voor mij. Een handjevol mensen in de zaal, de genodigden van Anne-Sophie en van Rachel, die zich net hebben laten dopen. En verder honderden lege stoelen hier in de zaal. Ja, dat gebeurt eigenlijk nooit. En vandaar ook dat ik me vanmorgen ook wat nadrukkelijker zal richten op jullie die thuis zijn. En me richten op jullie als publiek, ook met name. Misschien zit je hier normaal in de zaal, zit je nu thuis te kijken, lekker met een kopje koffie. En weet je ook al wat er gaande is en met welke themaserie bezig zijn. Misschien kom je normaal niet hier in de kerk, maar de kerk waar je gewend bent te komen heeft misschien geen livestream. En kijk je een keer mee, natuurlijk ook van harte welkom. En misschien ben je helemaal niet gewend om naar de kerk te gaan. Niet hier en elders niet. Maar zag je het misschien op Facebook of op Instagram of waar dan ook dat deze livestreamer was en ben je nu aangehaakt. Nou, ook dan natuurlijk van harte welkom. We organiseren deze diensten nu al zo'n 15 jaar. Eigenlijk in de ochtend specifiek gericht op mensen die niet direct gewend zijn om naar de kerk te gaan. Maar misschien wel geïnteresseerd of op zoek of geloven. Volgens mij is er meer tussen hemel en aarde en ik zou er wel iets meer van willen weten. Nou, ook als je hier zit of als je kijkt en je bent wel gelovig, je bent natuurlijk van harte welkom. Ook dan, er is altijd voldoende te leren. Even een korte inleiding, misschien voor degenen die wel nieuw zijn als kijker. 3 weken geleden zijn we hier in de basis met een nieuwe serie gestart waar dit plaatje bij thuis hoort. Het lijkt een beetje op de bekende ja-nee sticker. De sticker die we op de brievenbus plakken, waarmee we aangeven, deze post wil ik binnenkrijgen en deze post wil ik graag buiten de deur houden. Bijvoorbeeld ongeadresseerde reclame niet, maar lokale kranten wel. Of helemaal niks van dat alles, alleen de dingen waar mijn naam en gegevens op staan. Nou, stel je nu voor, zei ik de afgelopen weken, dat zo'n sticker ook op ons leven zouden kunnen plakken. Nou, wat zou je daar dan opzetten als dat het geval was? Nou, aan de nee-kant waarschijnlijk dingen waarvan je verwacht dat die slecht voor je zijn. Waarvan je verwacht dat je daar niet gelukkig van wordt. En aan de ja-kant natuurlijk dingen waarvan je denkt, ja, daar word ik wel gelukkig van. Maar de vraag is, klopt je lijst? Kloppen de dingen die je opschrijft? Weet je zeker dat bij de ja-kant, zeg maar, dingen staan die je ook daadwerkelijk gelukkig maken? En bij de nee-kant dat je daar dingen zet die ook verstandig zijn om die buiten de deur te houden? Om maar eens een open deur in te trappen, komt rijkdom nou aan de ja- of aan de nee-kant te staan? Komt eerlijkheid aan de ja- of aan de nee-kant te staan? Komt het huwelijk aan de ja- of aan de nee-kant te staan? Het blijkt dat wij mensen in toenemende mate geneigd zijn om dingen waar we niet gelukkig van worden aan de ja-kant te zetten en andersom. De dingen waar we de grootste spijt van hebben in ons leven, die we wel deden maar niet hadden moeten doen, of die we niet deden maar wel hadden moeten doen, waren ooit keuzes waarvan we verwachten dat we daar gelukkig van zouden worden. Dat het ons goed zou doen. En hoe komt dat nou? Hoe komt het nou dat we zo vaak, en de ervaring zal bij iedereen verschillend zijn, keuzes maken met goede intenties, maar die toch niet goed voor ons zijn? Nou, dat komt omdat er grote verwarring is over wat is nu wel goed om te doen en wat is niet goed om te doen. En die verwarring wordt volgens de Bijbel gecreëerd door degene die Jezus als volgt heeft beschreven. Jezus zegt, hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij heeft nooit aan de kant van de waarheid gestaan, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij leugentaal spreekt, spreekt hij zoals hij is, want hij is een aartsleugenaar, de vader van de leugen. Jezus spreekt hier over de diabolos, letterlijk de door elkaar gooier. Hij die zaken verward in verwarring brengt. Diabolos, het Griekse woord, vertalen wij meestal met
duivel en komt meerdere keren in de Bijbel voor. De eerste keer heb ik uitgebreid stilgestaan bij de vraag: waar komt deze kwade macht eigenlijk vandaan? En als je wilt, kun je het online terugkijken bij Dienst Gemist. Deze diabolos probeert van iedere zonde eigenlijk een deugd te maken. Alles wat eigenlijk niet klopt en niet goed is, tot iets positiefs te draaien en andersom. Probeert aan de ja-kant te krijgen, zou je kunnen zeggen, wat daar niet thuis hoort. Ja, als ik zeg zonde, ik kan me voorstellen als je thuis zit te luisteren of te kijken, je denkt, ja, zonde, zonde, ik vind dat wel een lastig woord. Het voelt heel snel als toch een soort van aanklacht of een verwijt. En het woord zonde past eigenlijk helemaal niet meer zo in deze tijd. We leven in een tijd waar autonomie, auto betekent zelf, nomos betekent wet, waar we zelf het liefst de wetten en de kaders en de regels bepalen. We leven in een tijd waar vrijheid en rechten belangrijke begrippen zijn. En zonde past daar niet meer zo in. De letterlijke betekenis van het Griekse woord dat in de Bijbel met zonde vertaald wordt, is dolen, ronddolen, je doel missen, niet tot je doel komen. Ik persoonlijk geloof, en dat zou je niet verbazen, dat God bestaat. En dat God de maker is van al het zichtbare en van al het onzichtbare, ook van ons als mens. Ik geloof niet dat wij een kosmische samenloop van omstandigheden zijn. Hoe meer de wetenschap eigenlijk ontdekt en daadwerkelijk vindt, hoe meer ik eigenlijk bevestigd word in het feit dat er een onvoorstelbare intelligentie aan de grondslag moet liggen van deze wereld, van ons mensen, van de natuur en alles wat we zien. Als je kijkt naar alle dingen, als je kijkt naar het DNA, als je kijkt naar de onvoorstelbare hoeveelheid informatie die dat bevat, kan ik niet geloven dat dat maar zo is ontstaan. Ik geloof niet alleen in God. Ik geloof ook dat God met iedere mens een doel heeft. Alles wat je doet en alles wat je doet waardoor jij als mens eigenlijk je doel misloopt, dat noemt de Bijbel zonde. Jij komt daardoor niet tot je doel. Je vindt niet en ervaart niet het geluk, de vrede, de hoop en de liefde die wel mogelijk is en ook tot eer van God is. Het is, als je niet tot je doel komt, niet goed voor jezelf, maar het is ook niet goed voor je omgeving. Vorige week zei ik, stel je nou voor, dat jij Disney Park Parijs had ontworpen, Disneyland Parijs. Je had het gebouwd en je had het betaald en je kiest ervoor om het park gratis open te stellen voor kinderen en volwassenen. Waarom? Nou, omdat je erg van mensen houdt, omdat je van houdt om kinderen plezier te zien hebben, omdat je het gunt dat iedereen een geweldige belevenis heeft en geluk ervaart. Maar als je dan kijkt, zie je dat in plaats van dat er van dat geweldige park wordt genoten, dat alles wordt vernield. Er zijn vechtpartijen in de wachtrijen, alles wordt beklad met graffiti, meisjes worden lastiggevallen, de achtbaan wordt onklaargemaakt zodat hij in de eerste de beste looping uit zijn baan schiet. Kortom, in plaats van dankbaar genieten, wordt er door iedereen die er komt een chaos van gemaakt. Doen de bezoekers wat je afschuwelijk vindt. Nou, dat is hoe wij mensen, althans volgens het verslag van de Bijbel, omgaan met dat wat God heeft gecreëerd. En gratis aan de mens heeft toevertrouwd. En daarmee en daardoor mist deze wereld zijn doel. En mist het leven van heel veel mensen, misschien ook van jou, zijn doel. En nogmaals, dat is niet tot eer van de maker. En dat is wat de Bijbel zonde noemt. En zonde heeft altijd gevolgen. Als je naar het pretpark kijkt, je zult met kop en kont uit het pretpark worden gesmeten als je je zo gedraagt. En dat is niet meer dan logisch. En vanuit de Bijbel kun je opmaken dat zonde scheiding veroorzaakt tussen God en de mens. En die scheiding,
Die kloof die ontstaat tussen God en de mens is iets wat we ergens ten diepste ervaren, ook al zullen we het misschien niet zo benoemen. Ooit maakte zekere paus Gregorius de Grote, hij leefde eind 6e, begin 7e eeuw na Christus, een lijst van wat hij noemde de 7 belangrijkste zonden. De onderwerpen die wij als mens geneigd zijn te doen, maar waar we niet gelukkig van worden en die ook geen recht doen aan de maker. Die 7 hoofdzonden zijn volgens Gregorius hoogmoed, hebzucht, lust, jaloezie, vraatzucht, woede en luiheid. Alle thema's die we al hebben besproken en alle thema's die we nog zullen bespreken, hebben stuk voor stuk in de geschiedenis van de wereld tot grote schade geleid. Heel veel ruzies, echtscheidingen, oorlogen, moorden, wraakacties, agressie, armoede, honger, onderdrukking, machtsmisbruik en ga zo nog maar door. Nog een heleboel vreselijke dingen zijn hieruit voortgekomen. Niet zo raar dat het zonde wordt genoemd. Iedereen begrijpt dat de wereld en dat de mensheid daar niet mee gediend is. We zijn deze serie begonnen na te denken over hoogmoed. 2 weken geleden hebben we nagedacht over hebzucht. Vorige week over woede en deze week gaan we verder met jaloezie. Ik kwam een definitie tegen van jaloezie. Jaloezie is een gemoedstoestand of emotie waarbij je datgene wenst te hebben wat een ander heeft. En jaloezie is weer nauw verwant ook aan het woord afgunst. En wordt ook vaak als synoniem gebruikt van afgunst. Maar het zijn verschillen. Bij jaloezie wil je graag bezitten wat een ander heeft. En bij afgunst gun je een ander niet wat hij heeft. En je bent zelfs soms bereid zelfs schade te lijden om de ander zijn bezit te kunnen ontnemen. Je zou kunnen zeggen het is bijna nog vervelender dan de jaloezie zelf. En beide ontstaan door vergelijken. En vanzelfsprekend vergelijken niet met mensen die het minder hebben dan jij. Nee, jaloezie ontstaat door het vergelijken met mensen waarvan jij vindt dat ze het beter hebben dan jij. Of meer hebben dan jij. Of meer kunnen dan jij. En iedereen trapt van tijd tot tijd in die valkuil van het vergelijken. Waarbij één ding heel snel duidelijk wordt. Jezelf vergelijken met anderen kent geen winnaars. Er is ook geen finish. Het is een uitputtende wedstrijd met alleen maar verliezers. Je zult je er nooit prettig bij gaan voelen, want je stuit altijd wel weer op iemand met meer er dan jij. Iemand die beter is, of mooi er is, of groot er is, of rijk er is, of knap er is. Er is altijd wel iemand met meer er dan jij. En Jezus zei, dat is nou iets waarvoor u moet oppassen. Verlang niet steeds naar dingen die u niet hebt. Jezus vertelde ooit een verhaal, een gelijkenis, noemen we dat wel, een verzonnen verhaal met een dieperliggende moraal, waaruit blijkt hoe jaloezie werkt en wat het met je doet. Het gaat zo. De eigenaar van een landgoed ging er 's morgens vroeg op uit om arbeiders te huren voor het werk in zijn wijngaard. Zo ging dat vroeger. En dan was er op het dorpsplein stonden er een heleboel mensen, zeg maar de ZZP'ers van nu, die stonden daar en die probeerden aan werk te komen. Soms een dag, het werden ook wel dagloners genoemd, en soms een langere periode. Maar daar verzamelden ze zich in de hoop dat er zich iemand zou melden die hen zou huren. En Jezus gaat verder. Hij kwam met de arbeiders overeen dat ze een volledig dagloon, dat hij ze een volledig dagloon zou betalen. En hij zette hen aan het werk. Een paar uur later ging hij er weer op uit. Op de markt zag hij werkloze mannen staan. Hij zei dat zij ook in de wijngaard konden gaan werken en dat hij ze zou betalen wat redelijk was. En ze gingen. Om 12 uur en om 3 uur deed hij hetzelfde. Om 1:05 ging hij nog eens naar de stad.
Weer zag hij een stel mannen die niets te doen hadden. Waarom hangen jullie hier de hele dag rond? Vroeg hij. Omdat niemand ons heeft gevraagd te komen werken, antwoordde zij. Ga naar mijn wijngaard om de anderen te helpen, reageerde hij daarop. 'S avonds zei hij tegen zijn bedrijfsleider, roep alle arbeiders bijeen en betaal hun loon uit. Begin bij de mannen die het laatst zijn gekomen en eindig bij hen die het eerst hier waren. De mannen die om 5 uur waren aangenomen, kregen allemaal een volledig dagloon. Zo was het ook afgesproken. Oh nee, daar was helemaal geen afspraak over. Hij had gezegd, ik betaal jullie een fair loon. En de mannen die om 5 uur waren aangenomen, kregen allemaal een volledig dagloon. Nou, je kunt je voorstellen, die stonden te juichen, want ze hadden maar een uurtje gewerkt. De mannen die eerder waren komen werken, verwachten daardoor, die dachten, hé, wauw, wat zullen wij dan wel niet krijgen? Verwachten daardoor dat ze veel meer zouden krijgen. Maar toen zij aan de beurt waren, kregen ze precies evenveel als de anderen. Zij mopperden. Die kerels hebben maar 1 uur gewerkt en u geeft hen hetzelfde loon als ons, die de hele dag in de brandende zon hebben gezwoegd. Hij antwoordde, vriend, ik heb u toch niets tekort gedaan. Hadden we niet afgesproken dat u voor een dagloon bij mij zou komen werken? Nu, neem uw geld en ga naar huis. Ik wil u allemaal hetzelfde betalen. Mag ik mijn geld niet weggeven als ik dat wil? Of neemt u mij kwalijk dat ik goed ben? Als je dat zo hoort, dan vind je het misschien ook wel een beetje onrechtvaardig. Bijna ons hele sociale stelsel in Nederland zit zo in elkaar, dat mensen die wel willen werken, maar het niet kunnen, wel loon krijgen om hun eten te kopen. Maar toch, in eerste instantie, kunnen we ons nog wel een beetje verplaatsen in wat daar gebeurde. Maar door het vergelijken ontstond er wel iets wat niet positief was. Want de eerste arbeiders waren eigenlijk super blij dat ze 's morgens werden ingehuurd. Het gaf voor hun de zekerheid, ik kom vanavond thuis en er is eten. Want een dagloon was eigenlijk niet meer dan wat je nodig had om te eten en te drinken. Ze waren blij dat ze werk hadden gekregen. Ze waren blij ook met de hoogte van het salaris. Ze zouden een dagloon ontvangen voor hun werk. En ze zouden blij zijn thuisgekomen. En hun vrouw zou hun blij hebben ontvangen als ze die hadden. En hun gezin, omdat ze die dag werk hadden gehad. Maar hun geluk verdween als sneeuw voor de zon. In plaats van gelukkig komen ze chagrijnig thuis. Niet door wat ze hadden gekregen, maar door wat die anderen hadden gekregen. En hier zie je, je vergelijken met anderen in plaats van tevreden zijn met wat je zelf hebt, ontnam in dit geval hen alle blijdschap. En dat is precies wat jaloezie doet. Jaloezie is eigenlijk, zie je ook uit dit verhaal, een pijn die we onszelf aandoen. Jaloezie is een keuze. Je hoeft niet jaloers te zijn. Je kiest ervoor om jaloezie toe te laten. En vandaar dat Job zegt ergens in het Oude Testament, een onverstandige gaat dood aan jaloezie. Een andere vertaling zegt een dwaas. Oftewel, het is niet slim om jaloezie in je leven toe te laten, want je wordt er heel ongelukkig van. Jaloezie heeft al ontzettend veel mensen in problemen gebracht. Misschien jou ook wel, als je hier zit, of jou als je thuis zit te kijken. Sommige mensen zitten in de schulden of zelfs in de gevangenis omdat ze mee moesten komen of wilden komen met mensen om zich heen en jaloers waren en daardoor van allerlei dingen gingen doen die onverantwoord waren. Sommige mensen hebben een slechte relatie met hun ouders omdat ze als kind steeds werden gepusht om beter te presteren ter wille van de vergelijking juist met andere kinderen. Sommige huwelijken zijn kapot gegaan omdat er steeds meer moest worden verdiend om bij te blijven. Steeds groter moest worden gewoond om bij te blijven. Steeds harder moest worden gewerkt om mee te komen met alles wat je om je heen
zag en wat je ook wilde hebben. Sommige familierelaties gingen kapot omdat je jaloers was geworden op wat zij hebben en jij niet. En hoe je het ook wendt of keert, jezelf vergelijken met anderen kent geen winnaars. Het leidt tot jaloezie en daarvan zegt de wijze koning Salomo: een tevreden geest geeft een goede gezondheid. Maar jaloezie knaagt aan je botten. Oftewel, je wordt er fysiek ziek van. Als je tevreden bent met wat je hebt en niet zozeer kijkt naar wat de ander heeft, dat geeft goede gezondheid. Maar jaloezie knaagt aan je botten. Ik las op internet, en dat is dan weer verrassend, verscheidene artikelen waar werd beweerd dat jaloezie juist positief is, omdat het aanzet tot meer willen presteren. In een artikel in het blad Happiness staat: gebruik jaloezie positief. Jaloezie helpt je om in actie te komen, staat er. Het is een begin van de oplossing. Je zou het zelfs kunnen zien als de bedoeling van jaloezie. Als je in actie komt en je eigen doel dichterbij probeert te brengen, verdwijnt jaloezie. Het gaat misschien wat ver om voortaan blij te zijn met jaloezie, want fijn zal het nooit voelen. Maar je kunt, als je daarvoor kiest, er ook juist positieve energie uithalen en die inzetten voor iets dat je graag wilt hebben of bereiken. En dat is een heel ander verhaal. Dat is zeker een heel ander verhaal. Alleen de vraag is dit waar? Werkt dit zo? Ik geloof er helemaal niets van. En eigenlijk bewijst het constant dat mensen die jaloers zijn helemaal daar niet gelukkig van worden en dat het ook niet ophoudt met je inzetten om iets te bereiken, want daarna komt er weer iets nieuws. Het is wat anders, hè, dat het bezit of het kunnen van een ander, of wat iemand doet, je kan inspireren en aanzetten tot actie. Dat is duidelijk en daar is natuurlijk niks mis mee. Maar dat is geen jaloezie. Jaloezie is een ziekelijk verlangen om te willen hebben wat de ander heeft, of te willen kunnen wat de ander kan, of te willen zijn wat de ander is. Jaloezie, dat zet je aan juist tot negatief handelen. Dat heeft de geschiedenis ook wel bewezen. Het zal je nooit gelukkig maken. En zo beweert dat ook die wijze koning Salomo, waar we net al iets van lazen. Hij zei: ik zag ook dat de mens alleen maar zwoegt en topt en succes wil behalen. Waarom? Nou, omdat hij jaloers is op een ander. Ook dat is zinloos, zegt Salomo. Najagen van wind. Het lost niks op. Jezelf vergelijken met anderen kent geen winnaars. Er is geen finish. Het houdt nooit op. Het put je uit en het voorkomt dat je kunt genieten van wat je wel hebt en wel kunt en wel bent. Want je bent alleen maar bezig met wat je niet hebt, maar wel wilt hebben. We hoorden net het nummer De Wens, van origine gezongen door Marco Borsato, net door Jane. En de tekst zegt: kan iemand mij vertellen wanneer een schutter rust? Wanneer de boog zich mag ontspannen, zijn pijl het laatste doelwit kust? Oftewel, wanneer houdt dit nou een keer op? En dan gaat verder. Wanneer is een mens tevreden, merkt hij voor één keer als hij kijkt over de schutting bij de buren dat het gras niet net iets groener lijkt. Kijk, ten diepste verlangen we allemaal naar tevredenheid. Want het is een heerlijk gevoel. Maar steeds opnieuw laten we ons toch weer verleiden om onszelf te vergelijken en dat wat we hebben te vergelijken met wat de ander heeft en wat de ander is. En dat zegt ook dat nummer van Marco Borsato. Ga verder, zeg me
waar moeten we zoeken en wat is nou die wens? Hoe komt het nou toch dat ze steeds opnieuw, zegt eigenlijk de tekst van het lied, daar naartoe worden getrokken? Wat is nou die wens? Wat willen we nou bereiken? En dan gaat hij verder, waarna we niet meer verder hoeven, waar en wanneer ligt de grens? En dat is het juist. Door jezelf met anderen te vergelijken, door jaloezie in je leven toe te laten, is er geen grens. Nogmaals, het is een wedstrijd zonder finish. En in het nummer vraagt hij zich nog meer af. Waarom wil ik alsmaar verder? Als ik ergens ben. Ik ben ergens, ik heb iets bereikt. Mijn studie misschien afgerond of dit kunnen kopen of dat kunnen doen. En waarom wil ik dan alsmaar verder, zegt het lied, als ik ergens ben? Wat maakt het onbekende beter dan al hetgene dat ik ken? Dan al hetgene wat ik al heb? Nou, wat maakt dat onbekende beter? Nou, de leugen maakt het onbekende beter. En we gaan zo gretig in op de leugen, omdat we een leegte te vullen hebben die niet gevuld wordt door wat we hebben en nooit gevuld zal worden door wat we bereiken, maar waarvan we verwachten dat de oplossing ligt in het hebben van wat de ander heeft. Als we dat maar hebben, misschien dat die leegte dan verdwijnt, dat die zoektocht dan ophoudt, dat die wens dan komt te vervallen. Het lied gaat nog verder. Waarom ben ik nooit compleet gelukkig met wat er hoort bij mij? Waarom moet er toch steeds weer iets bij? Het zijn super eerlijke vragen die hier gesteld worden. Waarom nooit eens een keer ietsje minder dan meer? Ietsje minder in plaats van steeds meer. Wanneer laat dat verlangen me vrij? Nou, ik ben ervan overtuigd dat dat verlangen je niet vrijlaat totdat je echt tevreden bent. En ik ben er ook van overtuigd dat je nooit volmaakt tevreden zult zijn, zolang die relatie tussen jou en je schepper niet is hersteld. Dat is de reden dat de zoektocht niet ophoudt. Dat is de reden dat het vergelijken doorgaat, dat de finish nooit in het zicht komt, eerder dan dat gebeurt. Want de bron van echte tevredenheid is niet materieel, maar is relationeel. Echt geluk, echte vrede, rust en hoop kan alleen ontstaan, dat zijn de dingen waar we naar verlangen, kan alleen ontstaan vanuit een relatie met God. Zo heb ik het honderden keren om me heen gezien. Zo heb ik het iedere keer in mijn eigen leven ervaren. Zonder dat herstel is het eindpunt niet in het zicht. Een relatie met God die kapot is gegaan door de zonde. De Bijbel zegt dat Jezus juist daarvoor naar deze wereld kwam. Niet om positieve dingen te zeggen die we later in managementboeken kunnen opschrijven. Hij kwam naar deze wereld om dat probleem van die kloof tussen, die onoverbrugbare kloof tussen God en mens, op te lossen. Hij stierf, plaatsvervangend voor onze zonde. God gaf zijn zoon om het probleem van de zonde op te lossen. En zo staat het in de Bijbel, want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, een ieder die zijn vertrouwen op hem stelt, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen. Jezus kwam niet in deze wereld met het opgeheven vingertje om eens even te zeggen hoe het allemaal moest. Nee, opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, wie Jezus negeert, wie het gevoel van binnen
aan de kant duwt, is al veroordeeld omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. Niets waarop je jaloers zou kunnen worden, gaat je helpen om te vinden waar je ten diepste naar op zoek bent. Vandaar dat Jezus ook zegt, zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dan krijg je al het andere erbij. Oftewel, kom eerst met God in het reine. Zorg eerst dat die connectie die kapot is gegaan door de zonde hersteld kan worden. Want in een andere volgorde zul je nooit die voldoening en tevredenheid vinden waar je ten diepste naar op zoek bent. Zo heb ik het in mijn eigen leven ervaren. Hoe ik ook bezig was en zakelijk en geld verdienen en gezin en huwelijk en noem allemaal maar op. Nooit was het klaar. Totdat ik die stap in mijn leven zette. Me overgaf aan dat waarvan ik wist en was gaan ontdekken dat het de waarheid was. Dat Jezus in deze wereld kwam voor onze zonde. En dat hij, zoals hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij, dat dat de waarheid is. En zo heb ik het ook ervaren. Ben je dan ineens volmaakt gelukkig? Zoals Marco Bussato in dat nummer zong? Nee. Want zolang we nog op deze wereld zijn, is volmaakt geluk een utopie. We leven in een wereld die kapot is gegaan juist door de zonde. Maar je bent wel op weg naar volmaakt geluk. En je zult de uitdagingen die het leven steeds geeft en steeds biedt, daarbinnen zul je Gods wijsheid en troost en hulp leren kennen. En dat is zo'n totale verandering. En dat wens ik je ook toe. Dat je dat vindt. En weet dat God op je wacht. Dat God zijn hand naar je uitstrekt. En zegt, kom. Ja, hoor ik mensen soms zeggen, net ook nog. Ja, maar ben ik dan wel goed genoeg? Nee, daarvoor is Jezus gekomen. Hij betaalde met zijn leven juist de prijs voor jouw fouten om die connectie tussen God en jou te herstellen. Vandaar het lied ook, waar we nu eerst naar gaan luisteren voordat ik zo nog met jullie wil bidden. Kom tot de Vader. Kom zoals je bent. Voordat je bestond, kende hij je naam. Hij zag je elk moment en telde elke traan. Omdat hij van je hield, gaf hij zijn eigen zoon. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.
dat je komt. Ja, hij wacht alleen nog maar totdat je komt. Die uitnodiging geldt voor iedereen die hier zit, voor iedereen die thuis is. Hij wacht tot je komt, tot je de keuze maakt om je aan hem toe te vertrouwen. Ik wil graag afsluiten met gebed en tijdens dat gebed ook een moment stil zijn waarin ik je gelegenheid wil geven. Om dat misschien in die stilte, daar waar je bent, voor jezelf aan God uit te spreken. En misschien tot die overgave wilt komen. En zeggen je, God, ik realiseer me dat ik een zondaar ben. Ik wil niet altijd op zoek blijven naar dingen die onbereikbaar zijn. Je wil ook die connectie herstellen en die vrede en liefde, die hoop en die rust ontvangen die voor mij is weggelegd. Laten we samen bidden. Liefdevolle God en Vader, ik wil u zo danken voor dit moment waarop het net even anders gaat allemaal dan we gewend zijn. Heere, u bent erbij. Niet alleen hier, maar overal thuis waar mensen ook kijken. En ik wil u bidden, Heer, voor een ieder die deze dingen hoort, dat we ons ook mogen realiseren, Heer, dat die uitnodiging ook nu nog steeds voor een ieder geldt. Kom tot de Vader, kom zoals je bent. God wil je veranderen, je mooier maken, je juist dat geven waar je ten diepste zo naar hunkert. Heer God, ik wil u bidden of u een ieder wil raken in zijn of haar hart, waar we ook zijn. Ik wil u bidden, Heer, dat mensen nu deze dag niet voorbij zullen laten gaan. Heer, om die stap te zetten. Die stap te zetten waarin we tegen u zeggen, ik wil u vertrouwen. Ik wil dat offer wat u voor mij ook heeft gebracht aanvaarden in dankbaarheid. Ik wil u gaan volgen. Dank u wel, Heer, dat die belofte nog steeds geldt. En het is de belangrijkste en grootste stap die een mens in zijn leven kan zetten. Heer, ik wil u bidden, raak ons hart aan. Als een moment stil zijn op de plek waar we zijn. En misschien voor onszelf tegen u kunnen zeggen dat we ons leven aan u willen toevertrouwen. Dank u wel, Heer. U heeft gehoord wat we hebben gezegd als we tot u hebben gesproken. U zult doen in ons hart wat u belooft. Ik wil u bidden om een zegen voor de week die voor ons ligt. Ik wil u bidden om rust te midden van de angst die er misschien is vanwege het virus wat rondgaat. Heer, ik wil u bidden dat we ons vertrouwen op u mogen stellen. Dan komen we nooit beschaamd uit. Hoe de omstandigheden in de wereld ook zijn, wat ons ook overkomt. U belooft het goede. Heer, dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw, voor uw zegen. Dat dank u voor in Jezus' naam. Amen. Leuk dat je keek naar de basisdienst van deze week. We helpen je graag om een volgende stap te zetten. Ga naar basis.cc/next, waar je alle informatie vindt om jouw volgende stap te zetten of om met ons in contact te komen. Maar voor nu, tot volgende week.